Curly, welkom terug op mijn kanaal. En als je hier voor de allereerste keer bent, hartelijk welkom. Mijn naam is Sain van Mijn Krullen en vandaag doe ik een wash and go met Curls producten. Ik begin weer vooraan, omdat dat mijn aandachtsgebied is, met een klein beetje van de Leave In Conditioner, de Blueberry Beats. Allereerst, dit ruikt fantastisch. Echt, ja, het is zoetig. Ik weet niet of het echt naar blueberries ruikt, maar het is in ieder geval lekker fris. En dat is ook de reden dat ik de Blueberry Bliss ook vaak gebruik op refresh dagen. Dat ik eigenlijk helemaal niet met de Curls lijn heb gesteld. Maar vooral omdat het zo lekker ruikt. Nou, ik voeg een klein beetje toe. Je zult al meteen zien dat het best wel een dikke leave-in conditioner is. En die ga ik gewoon even aan de voorkant vooral alvast toevoegen. En ik zal daar dan ook even met de een borstel geschikt voor krullen doorheen gaan om het goed te verdelen. Oké, even squeeze to condition en dan ga ik beginnen met de achterkant van mijn krullen. En verdeel het als altijd gewoon in een aantal delen. Klein beetje van de leave-in. Ik vind de consistentie van deze leave-in is vrij, ja, wat ik al zei, stevig. Dus je hebt niet zo super veel nodig. Volgens mij is de leave-in conditioner ongeveer 18 euro. Of iets meer of iets minder. Dus dat is op zich ook wel prettig dat je er enige tijd mee kan doen. Ik kam het er met mijn vingers allereerst doorheen. Doe ook de praying hands techniek. Om het product echt goed op het haar aan te brengen. En het voelt al meteen wel lekker. Je merkt dat er gewoon voldoende slip, zoals we dat zeggen. Dus het glijdt, ja, je vingers glijden lekker door je haren heen. Waardoor je de klitten er zo uithaalt. Hier niet. Oké, ik borstel het er ook even doorheen. Ik gebruik daarvoor de Tangle Teaser. Als je benieuwd bent wat de Tangle Teaser doet, ik heb er een review filmpje over gemaakt. Ik kan het alleen wat minder vinden aan de Tangle Teaser. Is echt dat het klinkt alsof er een of andere goedkope borstel door je haar heen gaat. Maar de haarbreuk is echt minimaal. Hup. Nou, ik ga even heel mijn haar doorwerken met de leave-in conditioner. En dan kom ik zo bij je terug met de Curl Soufflé. Nou, de leave-in zit in mijn hele haar. Goed om te weten, het is een reparative leave-in conditioner. Om je, ja, overworked haar te repairen, dus te herstellen. Daar gebruiken ze dus de organic blueberry extract voor, camille extract en ook kokosnootolie. En over het algemeen is mijn haar niet heel erg gek op kokosnootolie, vooral niet als je dat overmatig erin hebt zitten. Daar zit wel een fijn trucje voor, want op de ingrediëntenlijst, en die zie je hier, staat namelijk wat erin staat. En je kunt op basis van waar het ingrediënt op de lijst staat ook vaak beoordelen hoeveel of hoe prominent het aanwezig is in het product. Hier staat hij op de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e plek. Dus ongeveer halverwege de product of de ingrediëntenlijst. So I take my chances. Dan gaan we nu naar de Curl Soufflé. En de Curl Soufflé is een medium curl cream. Dus hij is niet super zwaar, maar ook niet super licht. Ik heb deze al een keer zonder de leave-in conditioner gebruikt. En de leave-in conditioner heb ik ook een keer apart gebruikt. Dus de eerste keer dat ik het samen ga gebruiken. En op zich, wat ik al zei, de leave-in conditioner is best wel stevig. Dus ik ben wel benieuwd of het niet te zwaar gaat zijn op mijn, ja, toch wel fijne, dunne haar. Het heeft geen hold, dus dat is belangrijk om te weten. Wat dat betekent is dat ik er altijd een gel bij zal gebruiken. Ideaal voor medium tot dikke, ja, krullen. Even kijken, het definieert krullen, het ontpluist en het hydrateert je krullen. Dat zijn al de dingetjes die je wil met je krullen. En het laat het achter met een natural soft touch. Dus dat het, ik denk dat ze daar vooral mee bedoelen dat er geen harde kastvorming ontstaat, waardoor je dat geluid hoort wanneer je je krullen weer aanraakt. En dat het ook vooral vocht insluit om het haar. Nou, dat doet mijn haar al genoeg.
Dit is hoe het eruit ziet. De geur. Ik vind het heerlijk ruiken. Het ruikt een beetje naar toetjes of zo. Ik weet het niet. Ik kan niet echt omschrijven waar het nou naar ruikt. Even kijken. Ze zeggen ook niet echt wat erin zit. Overigens, er zitten geen opvulproducten in. Geen sulfaten, geen siliconen, parabeen en kunstmatige oliën vrij. Dat is echt wel wat je wil voor je krullen. Tenminste, wat ik wil voor mijn krullen. Omdat ik, wat ik altijd aangeef, ik wil gewoon mijn producten, mijn haren goed verzorgen. Zodat het tegelijkertijd er goed en gaaf uitziet. Maar vooral ook gezond haar. Want dat groeit, blijft op je hoofd zitten en gaat zoveel langer mee. Terwijl ik dit ga aanbrengen, zorg ik dat mijn krullen wel gewoon vochtig genoeg zijn. Want ik wil ook kunnen squeeze it to condition. En daar heb je gewoon water voor nodig. Zorg dat je met water niet te ver overboord gaat, dat je te veel toevoegt. Ik ga het met een klein beetje proberen. Het is eigenlijk een beetje dezelfde textuur als de leave-in. Misschien iets steviger. Dus ik ga even kijken hoeveel ik nodig heb. Ik begin met deze crème halverwege mijn haar. En niet bij de haarwortel, om het niet vanaf de wortel te verzwaren. Ik zorg dan dat het door mijn haar heen gaat en ga dan langzaam naar boven. Dat zou moeten voorkomen dat mijn haar dadelijk als een soort van natte poedel op mijn hoofd ligt. En dat ik nog steeds wel in staat ben om volume te creëren. Ik moet zeggen trouwens net ook, voordat ik de soufflé aanbracht, was mijn haar niet per se super zacht. Maar wel goed doorkambaar. En het voelde ook al gevoed aan. Maar dit maakt het echt gewoon, het voelt echt giga zacht aan. En ik kan het squeeze it to condition, dus dat is fijn. Dat doe ik dan ook. Dat betekent gewoon eigenlijk gewoon in je haar knijpen om het echt goed, het vocht, de hydratatie erin te knijpen. En daar hoor je gewoon letterlijk een squeaky sound bij. Wederom kan het even door het haar heen voor extra definitie. Of nou niet eens voor de definitie, sorry. Maar dat het goed verspreid is. Ik kom straks ook terug als ik de gel erin doe om echt definitie erin te kammen. Ik ga weer even helemaal mijn haar naar boven toe werken met de soufflé. Ik ben bijna klaar met het aanbrengen van de curl soufflé. Maar wat misschien wel mooi is, ik zei net dat het helpt bij het definiëren van de krullen volgens de verpakking. Nou, heb je hier een krul waar de soufflé al in zit. En dan is dit hem met alleen de leave-in. Dus je kunt wel even kijken. Dus gedefinieerd of met de soufflé en zonder de soufflé. Dus je ziet al wel wat de soufflé ook voor je haar kan doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het straks ook gaat opdrogen. Voor de gel gebruik ik de gel van Marly. Een Frans merk wat ook gewoon in Nederland verkrijgbaar is. Ik vind het heerlijk ruiken en omdat de curlslijn ook zo lekker ruikt, dacht ik waarom niet. En het heeft een goede gelkast. Ik gebruik een royale hoeveelheid. Smeer het goed uit. Kom het met mijn vingers weer door mijn haar heen. En wat ik nu ga doen is gewoon even van de haarwortel afborstelen. En dat doe ik enerzijds om mijn krullen te kunnen definiëren en anderzijds ook om er volume eigenlijk in te borstelen. En dan ook even een keer op de achterkant. En dan squeeze ik in de to condition. Wat mij als eerste opvalt, is dat mijn haar best wel kort lijkt. Ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Nou, goede definitie. Wat ik even tussendoor wil zeggen, is wat mij opvalt. Dit heeft de leave-in conditioner en de soufflé gehad. En het komt eigenlijk nog steeds een beetje droog over. Ik ga dit deel ook weer een beetje voorzien van extra water. En de gel, één pompje toevoegen. Maar dat valt me wel heel erg op. En de reden dat ik dat even met je wil delen is dat ik dat eigenlijk niet zo heel erg gewend ben als je een leave-in conditioner en vervolgens een smoothie of een soufflé of een custard toevoegt.
Dus dat me dat eigenlijk wel verbaast. En zoals ik zei, ik heb dit product nooit, of tenminste deze lijn nooit in combinatie met elkaar gebruikt. Nog een beetje extra gel. En je merkt ook wel dat het haar, ja, het is niet super gehydrateerd. Het zag er net beter uit eigenlijk dan nu het er even in zit. Even weer goed er doorheen borstelen. En dan moet ik zeggen dat het met de gel en het extra water helemaal goed lijkt te komen. Want kijk nu hoe het eruit ziet. Maar ik dacht ik ga het heel even laten zien. Want dat valt me wel heel erg op. En dat is eigenlijk niet iets wat ik fijn vind in een product. Want voordat je de gel toevoegt, dan moet het eigenlijk de verzorgende producten in ieder geval hun werk wel hebben gedaan. Maar zoals wel vaker in het leven is niet alles wat het lijkt. Dus we gaan het ook gewoon zien als het straks opgedroogd is. Hoe het dan aanvoelt. Ik heb de voorkant zoals altijd gefingerkold. Ik moet zeggen, mijn eerste indruk is niet per se dat ik helemaal through the roof ben op dit moment. Maar dat ga ik straks even beter ervaren. Wat ik altijd even doe is mijn hoofd of mijn haar voorover gooien. Zoals dit. En even ook bij de wortel losschudden. Goed erin squeezen to a condish. En ik ga dadelijk het overtollige product, dat voel ik ook wel erop zitten nu, gewoon met de microvezelhanddoek ook eruit squeezen. Of knijpen in de handdoek. In onze termen de hele tijd. En dat zorgt er enerzijds voor dat je het overtollige product eraf haalt. Je breekt ook al wat spiraaltjes een klein beetje op. Wat over het algemeen best wel fijn kan zijn. Dus je ziet nu hoe het eruit ziet. En wat ik vervolgens doe is de microvezelhanddoek bovenop mijn hoofd. Mijn haar erin. En dan plop ik het voor ongeveer 20 tot 30 minuten. Zodat het gewoon sneller ook droog wordt. Nou, dit is het resultaat na het microploppen, aan de lucht laten drogen en nog diffuseren op de koude stand. Zoals je ziet, zie ik wel wat pluis, maar wel gedefinieerde krullen. Het glanst, ik vind het wel wat doffer dan normaal eruit zien. Ik ga het even fluffen en dan kom ik zo terug met het eindoordeel. Nou, zoals je ziet ben ik er weer. Ik heb mijn haar dus gescrunched om de gelkast wat losser te maken. En ook mijn haar wat gefluffed. Ik weet nog niet echt wat ik ervan vind. Ik ben niet super enthousiast, merk ik. En dat heeft met name te maken dat 1. Mijn krullen al tijdens het aanbrengen van de leave-in en van de soufflé niet heel prettig aanvoelde. Ik dacht, als je het net aanbrengt wel, maar daarna, als je dan weer terugkomt om bijvoorbeeld of de soufflé naar de leave-in aan te brengen, of daarna zelfs de gel, zag je eigenlijk dat het haar vrij droog werd. Vond ik heel erg jammer. En ook als je nu kijkt, ja, ik weet het niet zo goed. Sure enough, er zit volume in. Mijn krullen zijn gedefinieerd. Je ziet wel dat in mijn haar, het voelt ook een beetje vettig aan. Je voelt het product er ook op zitten. Terwijl niet per definitie hele vette producten zijn. Dus ja, en ook de geur waar ik zo enthousiast over was toen ik het aanbracht. Dat ruik ik nu niet meer. Dus ik bedacht me wel, de Blue Bliss Leave-In heb ik al enige tijd. Die gebruik ik eigenlijk nooit op mijn wasdag. En dat heeft een reden, omdat ik niet zo enthousiast ben over het resultaat. Ik vind het wel prettig als een refresh, omdat het ook juist weer lekker ruikt. De soufflé heb ik maar 1 keer eerder gebruikt. En dat heeft ook een reden, omdat het denk ik misschien iets te zwaar is voor mijn haar. En dat maakt eigenlijk dat ik niet zoals altijd heel enthousiast word van dit resultaat. En of mijn krullen dan, ja, misschien ziet het op camera wel precies hetzelfde uit als altijd. Maar ik voel gewoon, het is lastig in model te brengen. Het zit gewoon minder prettig dan normaal. Dus als ik deze combi een hartjes zou moeten geven voor mijn haar. Ik heb lage porositeit, hoge elasticiteit en een lage tot medium densiteit. Dus dichtheid van het haar. Zou ik het denk ik maar 3 hartjes geven in zijn totaliteit. Voor de kruldefinitie, ja, laat ik daar 4 hartjes voor geven. Volume,
Dus met name de manier hoe ik het heb aangebracht. Maar daar krijgt hij ook 4 hartjes voor. Als het gaat over hydratatie, krijgt hij van mij 2 hartjes. Want het voelt niet zo gehydrateerd. Het voelt een beetje droog, een beetje bros aan, moet ik zeggen. Wat houden we dan nog over? Definitie, hydratatie, volume, pluis. Daar ga ik heel even mijn schermpje. Je ziet, ik zet heel even de producten weg. Toen ik aan het fluffen was, zag ik best wel veel pluishelo's ontstaan. Wat ik heel erg jammer vind. Maar als je nu kijkt, valt het wel mee. Ik heb wel nadat het helemaal droog was en ik het gefluffd heb en de scruncher uit heb gecrunched, nog een heel klein beetje van de soufflé over de bovenkant van mijn haar heen gedaan. En waar nodig de pluis echt gefingercurled terwijl het al droog was. Dit is het resultaat. Dus ik zou zeggen dat ik voor pluis zeker, nou, laten we zeggen, nou, ik kan eigenlijk zo in de camera niks ontdekken. Dus dan zal ik het 5 hartjes moeten geven. Nogmaals, totaal oordeel 3 hartjes. En dat heeft echt te maken met dat ik vind dat mijn haar wat minder prettig aanvoelt. Wat minder fijn gesteld werd eigenlijk dan normaal. En het voelt met name ook gewoon niet zo gevoed als met andere producten. En zoals je wellicht weet, vind ik dat een hele belangrijke. Want hoe haar eruit ziet is 1. Maar ik vind het met name belangrijk dat mijn producten in de eerste instantie heel goed verzorgen. Zodat ik gezond haar krijg. Mijn haren groeien en vanuit hun eigen kracht eigenlijk mooi worden. En daarnaast is het heel prettig wanneer producten ook natuurlijk goed zorgen voor mooie stijleffecten. Daarnaast is het natuurlijk heel prettig als een product je helpt met het mooi stijlen van je krullen. Maar in de eerste plaats vind ik verzorging wel het allerbelangrijkste. En als ik het zo aanvoel, het voelt gewoon wat brossiger aan. Eén belangrijk ding, wat ik ook al aan het begin van het filmpje zei, in deze zit kokosolie. Dat wist ik niet. Ik denk dat toen ik dit heb gekocht, dat ik daar gewoon niet zo heel erg alert op was. Misschien ligt het daaraan, misschien ook niet. Ik moet zeggen dat al met al, het ziet er verzorgd fluffy uit. Het ziet er niet vet uit, het voelt wel het vettig wat ik al aangaf. Ik had best wel veel ook olie nodig om het eruit te kunnen scrunchen. Hoe dan ook, ik geef het 3 hartjes. Zou ik het je adviseren? Ik zie super veel curlies die over deze producten juist razend enthousiast zijn. Dus laat je vooral niet alleen maar door mij op een andere gedachte brengen. Dat geldt eigenlijk voor elk haarproduct wat voor mij heel goed werkt. Hoeft niet per definitie voor jou heel goed te werken. Ik probeer je wel gedurende mijn wash and go aan te geven wat ik doe en hoe het voor mijn krullen werkt. En hoe het ook aanvoelt. En ik heb wel vaker dat tijdens het aanbrengen van producten, als mijn haar nog nat is, dat het niet zo prettig aanvoelt. Maar vaak droogt het wel nog alsnog gehydrateerd. Bijvoorbeeld met de Camilla Rose producten. Of met de do-it-yourself Lysa gel had ik dat ook. Het voelde niet super fijn aan toen ik het aanbracht. Maar toen het droog was, was het gehydrateerd. En ja, goed gedefinieerd. Nog steeds volume erin. Weinig pluis. Dat zijn de combinaties waar ik in ieder geval naar op zoek ben in producten. Had ik hier wat minder bij. Neemt niet weg dat ik het zeker als refresh nog vaker zal gebruiken. En wellicht in combinatie met andere leave-in conditioners nog een keer voorbij zal laten komen. Om te kijken of dat beter gaat. Dus misschien een wat minder vettige of dikke leave-in conditioner. Ik wil je voor nu in ieder geval super bedanken voor het kijken. Als je vragen hebt of opmerkingen, laat het vooral in de comments weten. Vond je dit een nuttig filmpje? Geef het dan een thumbs up. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan vooral. Ik plaats elke dinsdag en zondag video's met daarin krullentips, reviews en veel meer leuks. En als we nog niet connected zijn op Facebook of op Instagram, @mijnkrullen. Have a curlylicious day!